van PSV. Nog eens een keer de rozen erbij, dat moeten we heel veel hebben hier in Groningen. En dat is dan de prijsuitreiking van de 800 meter Magic Pink. Een oproep voor Roy van Son om zich graag even te begeven naar de perskamer. Roy van Son. Even kijken, loopt u nou? Ja. Zijn die er ook op staan? Gaat hij er voorstellen? Bij 200 meter. Tuin! Mooie! Zwevert! Even naar de teller. Waar bent u nu? Nou, ik denk dat dat een 7,58 is. Als het 5,50 was, ben ik wel benieuwd wat dit is. Hier zat er wel beweging in. Hij bleef, Ik vind het best aan. Nou, gaat eens opzij dan, joh. Zie jij wat? Ik zie geen moer. Oh nee, dat is nog niks. Nee, dat valt tegen. 56. En een half. 6. Ja. En de volgende loopfinale is de 200 meter bij de meisjes junioren. Lokaal tweede in de 41.86. Brink 43, Patrick van Dalton van Dakker. 42.45, de Nederlands kampioen met de 100 in 11.07 hier in Groningen. En Alvind 41.96. In baan 5, nummer 6, Moeskrouwer AAC, 42.16. Herstekker Bokaal 21.84 en verzat in baan 6, 5.89. Peter Bouw van Nijkerk 23.03. En vraag voor de aandacht voor de start van het laatste loopnummer. De finale, 430. Het leek wel of hij in de lucht bleef hangen. Ja, we zullen zien hoe ver hij is. Ik denk dat we het nog eens zien. Is hij niet goed? Nee. Hij kapte hem een beetje af, dat vond ik wel. What?
manager aanbreken op het nummer van Discus Webber, Johan Spee. Zo dadelijk de tweede serie, 110 meter worden voor Jans A met inbaan 2, Michael van Aarde van Kruijver met die eerste serie, waarin de bel is, inderdaad natuurlijk wat ik pak naast. Inbaan 2 maatverklaver. De derde van de finale is nog op maatverklaver in, op de 15-02. Met hoofdspelen zijn we gegaan naar een hoogte van 1,68 meter. En wij zien dan zo direct in een kievit van Joost. Joost, misschien mogen we ook even horen wie er nog allemaal over zijn zo op die 1,68. Gisteren hebben we een goede wedstrijd.
uitgereikt ook. Chris was de ceremonie protocolair de chef daarvan. En hij liep eens heel erg snelle 100 meters. Moet al voor de pole voorloos zijn geweest, dacht ik. Een Nederlands kampioen met een worp van 47,52 meter. Mike van der Bult van Haag Atletiek. Op de tweede plaats met een 42,72 Peter Sjoerds van AAC. En op de derde plaats met een 41,82 uit de eerste ronde Arno van der Naden van Groene Ster. En dat was de prijsuitreiking. Kogelslinger voor Jongensmee. En we gaan steeds verder. Hier de eerste halve finale gaat binnen met 14,58. En het gaat weer tot de 110 meter horden bij de jongens A. In de eerste serie is baan 1 Ivo de Ruiter van PHP. In baan 2 is Jo Jacobs van de Keijen. Liep in de serie 15-0-1 en hij is kampioen bij de B-junioren vorig jaar in Breda. Dan in baan 3 Jurgen Kools van Attila, liep in de serie. Waarschijnlijk zou je die dames 2, 3, 4 en 5 tijdens die hele tijd daar zitten, allen in de 23 meter en een taal 100. Dat is de prijs uitreikt over nummer 200 meter. Dat is de 100 meter voor de 13 jongens. Lid van de jeugdcommissie van de STB. U ziet drie mannen slechts voor het erepodium staan. Daarbij had horen te staan Jaap Kuiper van Prins Hendrik. Helaas, Jaap Kuiper heeft een acute blinde darmontsteking gekregen en is opgenomen in het ziekenhuis. En dan kom je helemaal uit vlucht en dan lig je opeens hier in het ziekenhuis in Groningen. We wensen van hieruit Jaap Kuiper heel veel sterkte en zo snel mogelijk weer een goede gezondheid. Jaap Kuiper. 1 en Nederlands kampioen bij de nummer kogelstoten B-junioren. Mike van der Bult van Haag Atletiek met 17,26 meter. Naast de kogelslinger, nu dus ook kampioen op het nummer kogelstoten. Op de tweede plaats de zilveren medaille is voor hem met 16,19 meter. Peter Sjoerds van AAC. En hij werd derde, Jaap Kuiper van Prins Hendrik met 15,94. Mag je een acute blinde darmontsteking hebben? In elk geval heb je een bronzen medaille als aandenken aan Groningen. Dat was de prijsuitreiking, kogelstoten B-junior. I'll be back.